Hey, wat goed dat je kijkt. Laten we snel beginnen. Vandaag ga ik je wat meer vertellen over de longblaasjes. Aan het eind van deze uitleg weet jij dat longblaasjes aan het einde van de vertakkingen van bronchiën zitten. Weet jij dat longblaasjes in trosjes voorkomen? Weet jij dat longblaasjes omgeven zijn door haarvaten en dat noem je de longhaarvaten? En als allerlaatste, je weet dat tussen de longblaasjes en het bloed gaswisseling plaatsvindt. Oké, laten we beginnen. In het vorige filmpje heb ik je alle onderdelen van het ademhalingsstelsel verteld. Je weet uit welke onderdelen het bestaat en wat ieder onderdeel doet. En in die uitleg heb ik je ook al de longblaasjes laten zien. Die zien er namelijk zo uit. Dit zijn de longblaasjes. Namelijk het allerlaatste gedeelte van je ademhalingsstelsel zijn de longblaasjes. Want de longen, dat is weefsel en dat bestaat uit luchtpijptakjes met daaraan dus de longblaasjes. En longblaasjes, heel belangrijk om te weten, komen altijd in trossen voor. Je ziet hier namelijk ook één zo'n blaasje, die komt eigenlijk in een groepje voor. En ieder groepje zit vast aan zo'n vertakking. En zo'n vertakking, dat noem je zo'n bronchie. Je kan het eigenlijk gewoon zien als een soort druiventros. Hè? Zo'n druif, die zit dan, zo'n druiventros zit ook vast aan een tak met allemaal takjes eraan met daar allemaal losse druiven. En zo moet je eigenlijk ook je longblaasjes zien. Die longblaasjes die zijn omgeven door haarvaten. En dat noem je de longhaarvaten. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want je lichaam heeft zuurstof nodig voor verbranding. En dat moet naar alle delen van je lichaam. En dat kan alleen via het bloed, want jouw bloed komt overal in je lichaam terecht. Dus op die manier verspreidt het zuurstof zich naar alle delen van je lichaam. En daarom zijn die longhaarvaten omgeven door heel veel dunne haarvaatjes, zodat ook echt al het zuurstof wat in die longblaasjes terechtkomt naar jouw lichaam kan. Ik ga je zo uitleggen hoe dat precies werkt. Wat je nu even doet, je zet het filmpje op stop, neem even deze aantekening over. Wat je kan doen is zo'n longblaasje natekenen als je dat handig vindt. Maar met name dat je even moet weten dat longblaasjes in trossen voorkomen. En dat longblaasjes zijn omgeven door bloedvaten en die noemen we de longhaarvaten. Oké, dan ga ik alvast even verder. Oké, ik ga je zo dus vertellen hoe dat werkt met dat zuurstof in het bloed komt en vervolgens naar alle delen van het lichaam. Maar belangrijk om te weten is het volgende. We gaan weer even kort herhalen hoe verbranding precies werkt. Dus, je weet, lucht dat bevat zuurstof. En zuurstof, dat heb je dus nodig voor verbranding. Naast dus ook een brandstof. Maar zuurstof is best wel belangrijk, want geen zuurstof, geen verbranding. Dan weet je ook dat verbranding tot energie leidt. En energie komt vrij in de vorm van warmte en beweging. Dus op die manier blijft je lichaam warm en kan je hartje blijven kloppen. En je weet dat als jouw lichaam aan verbranding doet, of een auto, of een kaars, of noem maar op, dan ontstaan er altijd verbrandingsproducten. En die verbrandingsproducten, dat zijn koolstofdioxide en water. Weet je het weer? Oké, dan gaan we verder. Als we nu zo'n longblaasje bekijken, dus we hebben één blaasje hier ook schematisch weergegeven, dan is het volgende, namelijk het ingeademde lucht. Dat bevat zuurstof. Dus dat longblaasje die vult zich helemaal weer vol met zuurstof. Nou, dat zie je hier ook. Het komt binnen de zuurstof. En dat zuurstof dat wordt dan vervolgens via de longblaasjes afgegeven aan dat haarvat. De longhaarvaten. En op dat moment wordt het bloed dat langs die longblaasjes stroomt, wordt dan zuurstofrijk. Dat noemen we zuurstofrijk bloed en dat geven we altijd aan met rood. Rood betekent zuurstofrijk bloed. Dat zuurstofrijke bloed gaat vervolgens naar het hele bloedvatenstelsel en dan komt het naar alle delen van jouw lichaam.
En dat is heel fijn, want al jouw cellen in jouw lichaam krijgen dan dat zuurstofrijke bloed. En dat bloed geeft dan die zuurstof af aan jouw cellen. En jouw cellen kunnen dan vervolgens verbranding doen en dat levert energie op. Dus dan kunnen ze gaan bewegen, lekker warm blijven. Ja, dat is top. Maar je weet het volgende ook. Want als dat zuurstof is afgegeven aan die cellen en die doen verbranding, dan hou je wel verbrandingsproducten over. Want bij verbranding hou je verbrandingsproducten over. Dat is gewoon zo. En een van die verbrandingsproducten, dat is koolstofdioxide. Nou, koolstofdioxide, daar heeft je lichaam niet zo heel veel aan. Dus dat moet weer weg. Dus hoe doet je lichaam dat? Die doet het volgende. Die koolstofdioxide die gaat vervolgens weer terug het bloed in. Als de cellen zeg maar verbranding hebben gedaan, dan komt het weer in het bloed terecht. En via het bloed moet het dan weer terug naar die longblaasjes toe. Want die longblaasjes, die vullen zich dan helemaal weer met die koolstofdioxide. En als je je dan uitademt, dan gaat die koolstofdioxide naar buiten. En op die manier adem je dus koolstofdioxide uit en is je lichaam er vanaf. Koolstofdioxide in het bloed, hè, dus als het bloed veel koolstofdioxide bevat, dat noemen we zuurstofarm bloed. En dat geven we aan met blauw. Dus als jij zeg maar in een tekening blauwe bloedvaten ziet, dan is dat het teken dat het dus zuurstofarm bloed is. En als het rood is, dan noemen we dat dus zuurstofrijk bloed. Oké, zo werken dus de longblaasjes. Ze vullen zich met zuurstof of met koolstofdioxide. Als ze met zuurstof vullen, geven ze het af aan het bloed. En als het bloed vervolgens heel veel koolstofdioxide bevat, dan nemen die longblaasjes dat helemaal op en dan geven we het weer af aan de buitenlucht. En deze wisselwerking, hè, dat noem je gaswisseling. Gaswisseling, dat betekent gewoon het opnemen van zuurstof en het afgeven van koolstofdioxide via de longblaasjes. Oké, wat ik even wil dat je doet is het volgende. Je moet namelijk wel weten hoe dit precies werkt. Dus ik doe even mijn PowerPoint terug. Je neemt deze aantekening over en zorg dat je ook even die schematische tekening van het longblaasje tekent. Want dat is echt heel handig, want dan weet je hoe het werkt. En dan vervolgens neem je ook nog die andere dia over. Dus zet deze nu even stop, dan zal ik je even doorspoelen naar de volgende dia voor de laatste aantekening. Yes, dan zijn we nu bij de laatste aantekening en dan zou ik zeggen, neem deze ook over en dan zien we elkaar straks in de les, want dan gaan we hiermee aan de slag. Tot dan, dag!